Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer aan de slag op onze boerderij en ik heb jullie wat leuks te vertellen. Want er is in de tweedehandswinkel iets moois naar voren gekomen. En je ziet hem al staan, deze combinatie van een Klaas Axion 960 en een balenophaler. Ik heb ze gekocht voor 75.000 euro in totaal. Dat krijg je eigenlijk nooit zo'n aanbieding. Dus ik heb weer enorm veel geld geleend van de bank. En zoals je kunt zien hebben wij dus nu ook nog 250.000 euro op onze rekening staan. En dan kunnen we echt helemaal niks meer. Dan moeten we echt naar de bank gaan, alles aflossen. Want anders komt de bank alles weer ophalen. En dat willen we echt niet. Dus maar kijk eens wat een mooie trekker. Hij heeft 5 uurtjes gereden. Ja, nou, dat maakt voor ons niet uit, dus we hebben hem even gerepareerd. En deze moeten we eigenlijk ook repareren, want de balenophaler, ja, dat is echt een geweldig item om te hebben op je boerderij. Maar we gaan gelijk direct door naar onze meelfabriek, want daar moeten wij nog het een en ander doen. Ik zal nog even de verlichting aanzetten. Het regent gigantisch hard in mei, dus we kunnen eigenlijk nog niks. Onze koolzaad staat goed te groeien. Onze tarwe staat goed te groeien. Maar nu gaan we dan echt verder op onze velden die ernaast liggen. Oftewel, veld 42, daar ligt mijn oog op. Want die hebben wij nodig om het volgende gewas neer te zetten. En dat zijn zonnebloemen. Ja, want die hebben wij nodig om onze zonnebloemolie te gaan maken. En we moeten natuurlijk ook nog een mooie schuur kopen. En dit veld, ja, dit ligt helemaal naar de galamiezen. Dat is helemaal niks. Dus daar moeten we echt wel wat gaan doen. We gaan ook varkens kopen. Maar laten we nu eerst veld 42 gaan kopen. Want die ligt er wel netjes bij. Die heeft landbouwkalk ook weer met de grove steen erop. Hij is niet bemest. Maar dat gaan we dan wel even doen. Ook met onze drijfmeststrooier. Maar we gaan eerst dit mooie veld kopen. Ja, en zoals je ziet kost land 42 145.704 euro. Het is veel geld, maar we gaan hem wel kopen. Want dit zorgt weer voor nieuwe gewassen, voor nieuwe aansluiting op onze boerderij. En zo gaan we toch onze boerderij een beetje uitbreiden. Maar we gaan hem nu kopen voor 145.704 euro. Ja, en dan is dit veld van ons. En dan gaan we dit ook gelijk bewerken. Dan gaan wij stappen in onze Klaas Axion 960. Waar maar 5 uur en ja, 5,6 uur op staat. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar daarnaast wil ik jullie nog één ding laten zien wat ik heb aangeschaft in de tweedehandswinkel. En dat is deze superploeger. Ja, deze stond ook zo goedkoop. Ik heb alles kunnen krijgen voor onder een ton. En dat is gewoon echt uniek. En dat kon ik niet voorbij laten gaan. Dus dat heb ik ook even gedaan. Ook heb ik dit gedeelte even een klein beetje netjes gelandscaped. Zodat het allemaal weer wat netter erbij ligt. Maar dan gaan wij nu eerst naar de kunstmeststrooier. Lubbert is er ook weer. Hey Lubbert. Lubbert. Dan rijden we nu eventjes netjes achteruit. En dan gaan wij onze kunstmeststrooier erbij pakken. En wat wil ik dan gaan planten of zaaien? Ik wil in ieder geval mais gaan zaaien. Mais hebben we nog niet gehad. Daar halen we denk ik wel wat leuks vanaf. Dat hebben we nodig voor de varkentjes. We hebben nu natuurlijk nog sojabonen die wij in het begin, in het allerbegin hebben geoogst van de velden die wij op de landen hadden staan. Dus dat is ons geluk dat we nu dan ook nog de varkens zometeen die wij gaan kopen eten kunnen geven. Dus dat is wel, ja, dat is wel fijn. Even kijken, waar gaan we beginnen? We gaan gewoon hier beginnen. En we gaan gewoon direct zomaar rijden, hè? Denk ik. Een beetje mooi punt om te kijken. Ja, kijk eens. En dan gaat het wel goed. Ik zie al wel weer dat wij grote stenen hebben. Dat is wel jammer. Maar ik doe het toch nog één keer. En dan gaan we, ja, dan pas gaan we die stenen halen, hoor. Want om al die velden nou met stenen te gaan rapen. Oh jongens, dat is een partij werk. Maar dat kunnen we wel doen als de
sorghum, of nee, de koolzaad van het veld af moet. Dan de tarwe. En dan hebben we bijna alle velden wel weer gehad. Eigenlijk moet ik deze ook doen, maar en nu nog geen zin in. Maar hier gaan wij dus die mais op plaatsen. Maar laten we nu maar eerst eens even dit veld helemaal... Ach, ik zou hem natuurlijk met drijfmest kunnen doen. Zonde. Ja, dat is natuurlijk een gemiste kans dat we dit niet met drijfmest hebben gedaan. Dat is wel heel erg jammer. Maar we moeten gewoon beter blijven opletten. We gaan in ieder geval goed heen en weer. We kunnen zometeen zaaien kunnen we uit handen geven. Zodat wij weer verder kunnen gaan met het plaatsen van de varkensstal. En dan ben ik benieuwd wat die varkens nog meer kunnen dan alleen maar drijfmest produceren. Maar ik vind het wel leuk, want dan hebben we wel weer een uitbreiding op onze veestok. Ja, en dan ben ik toch wel blij dat wij onze boerderij hebben uitgebreid met veld 42. Waardoor we nog meer gewassen op onze boerderij kunnen gaan verbouwen. Het is gewoon zo belangrijk om die voortgang te blijven houden op je boerderij. Ik ben daar nog een heel klein stukje vergeten, dus daar ga ik ook nog even naartoe. Ja, zet maar uit. En dan dit kleine stukje nog. Hupsiekidee, klaar. Oké, dan kunnen we deze terugbrengen naar de boerderij. En dan gaan we eventjes de zaaier ophalen. Ik denk dat het de zaaier is, of is het de planter? Nee, dat is een zaaier, 100%. Dus we gaan hier naar links. Ik ben hier twee grove stukken vergeten, zie ik. Dat is wel jammer, maar ja, dat hoort er nou helemaal bij. Voor als jullie het je afvragen, ja, ik ben nog steeds verkouden. En dit is behoorlijk vervelend om zo te blijven praten, maar goed. Daar komen we ook wel weer overheen, dames en heren. Even kijken, dan zetten wij eventjes... Oh, Lubbert, pas op, jongen! Dat ging nog maar net goed. Jeetje. Even achteruit rijden. Ah, Lubbert is een gevaarlijke hond. Jeetje. Oh! Nee. Ik ging net iets te strak. Blijf toch altijd een beetje geconcentreerd kijken. Ja. En dan gaan we even nu de saaier erbij pakken. En dan hoop ik dat we hiermee mais kunnen zaaien. Gaan we kijken. Nee, hier kunnen we geen mais mee zaaien. Nou ja, goed. Geen probleem. Dus dan moeten we de planter erbij pakken. Kop hem los. Dan doen we dat toch even. Geen probleem. Ja, rij maar achteruit. Ja, koppel maar aan. En dan... Ja, hier kunnen wij mais mee zaaien. Maar dan moeten we hem wel eerst eventjes vullen. Eerst even met kunstmest vullen. Kom maar. Ja. Oh, opsiekidee. En dan ook nog zaadjes. Oh, perfect. 195 liter aan... 195 liter aan kunstmest en 400 liter aan zaadjes. Nou, dat moet er wel goed komen op dat veld, hoop ik. Hier rustig aan naar rechts. En dan gaan we even een werker of een arbeider of een helper. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt. Aan het werk zetten. Hier, mooi bruggetje over. Oh, dan vind ik hem toch wel mooi hoor. Kijk, dan gaan we eerst even hier. Even uit... ik vind dat echt zo mooi, hè. Kijk dan. Hup, naar beneden. Aanzetten. En dan ga ik gewoon even het eerste gedeelte doen. Ja, dit is volgens mij de planter. Ik weet niet meer of dit de planter of de zaaier is. Dat maakt ook helemaal niks uit. Hij doet in ieder geval zijn werk. En hij doet het goed. En dan ben ik blij dat het voor mij is. Ik ga dit veld niet uitbreiden. Want ik vind het veld goed zoals het is. Misschien kan ik hem nog wel een beetje netjes recht maken. Maar... ik heb nog geen idee wat ik hiermee ga doen. Maar ik maak dit stukje nog eventjes af. En dan kan de helper het werk overnemen. En dan merk ik wel weer wanneer die klaar is. Want dan gaan wij verder met onze varkensstal. Omhoog. Achteruit. En laat maar zakken. Kom maar op. En dan gaat uw gang. Helemaal goed. Succes. Dag. En als je het niet goed doet, dan krijg je ook niet uitbetaald. Maar hier ga ik dus mijn varkensstalletje neerzetten. We hebben nu nog 123.991 euro. En daarmee moet het goed komen, toch? Dat denk ik wel. Ik wil hier in ieder geval een mooie schuur neer gaan zetten. Ik wil hier van alles gaan doen met dieren ook. Dus laten we gaan naar onze varkensstal.
Ja, en zoals je kunt zien, kunnen wij dus een varkensstal kopen voor 109.000 euro. Even kijken, is die groot? Is die groot? Hij is niet groot. Hij is niet groot, dat is wel fijn. Ik denk, zullen wij hem gewoon hier neerzetten? Ik denk dat het wel... Maar dan kom ik misschien in problemen met... Nee, daar komen we niet mee in problemen. Nee, dan doen we hem gewoon netjes zo. Ik denk dat dit heel mooi is. En daar staat hij dan. Kijk eens. En dan hebben we eigenlijk één probleempje waardoor we dit eventjes allemaal netjes moeten maken. Maar we gaan het eerst eens even landscapen, want dat is wel even belangrijk. Ja, en dan staat hij hier op onze nieuwe varkensstal. En dan moeten we nog varkens gaan kopen. Maar eerst moeten we de sojabonen uit de silo gaan halen. Die gaan we dan hierin plaatsen. Voor de rest heb ik het al een klein beetje gelandscaped. Beetje netjes met grind eromheen, zodat we er rustig omheen kunnen lopen. Hier komen dan onze varkens. En hier kunnen we dan het drijfmes vandaan halen. Nou heb ik in de tweedehands winkel weer een nieuw item zien staan. En daar gaan we dan nu ook eventjes naartoe. Want zoals je kunt zien heb ik hier dus een veldcontainer. Die wordt gebruikt als tijdelijke opslag voor drijfmest. Dus is het interessant om deze te kopen om bij de varkens neer te zetten? Of kunnen we die dan weer bij de koeien neerzetten? Dat is een hele goede vraag. Maar omdat die maar 10.588 euro is met 68% korting, hè, denk ik wel dat het verstandig is om deze te gaan kopen. En dan nog een klein beetje geld te lenen bij de bank om dan de varkens te kunnen kopen. Ja, dat weet ik zeker. Dat moet ik gaan doen. Dus gaan we hem kopen, maar dan moeten we nog wel kijken. Nee, het blijft deze kleur en dan gaan we hem kopen voor 10.588 euro. Kopen, jazeker. En dan gaan wij die nu eerst ophalen bij de winkel. Ja, en we hebben net een seintje gekregen dat de helper klaar is. En dan zijn wij ondertussen onderweg met onze strontkar. En dan staat hij lekker hoog op de wielen. We gaan hem bij de varkens neerzetten. En ik heb geen idee hoe het werkt. Of het wel werkt wat ik voor ogen heb. Hij is dan wel een beetje beschadigd, maar dat maakt niet uit. Maar onze helper die is ook klaar. Oftewel, hij staat vast omdat de bak leeg is. Dus die moeten we ook eerst even vullen. Dus we hebben nog wel het een en ander te doen, jongens. Ja, gelukkig is het de periode van de aanbiedingen. En kunnen we dit soort dingen allemaal kopen? Daar ben ik wel blij mee, hoor. Dat het allemaal niet zoveel kost. Want anders ben je er een vermogen voor kwijt, jongens. Dan zetten wij die bak hier neer. En ik weet echt niet of het werkt. Maar koppel maar los. Oh, kijk dan helemaal hydraulisch. Hup. Mooi. Uitstappen. En dan gaan we eventjes weer nieuwe zaad halen. En dan zijn we pas op de helft, zie ik. Dat is niet best. Ja, en dan is het kunstmest en de zaadjes weer helemaal bijgevuld. En kunnen wij weer verder tot de orde van de dag. Want wij hebben daar de strontkar. Oftewel de drijfmestkar. Hebben we hier neergezet. En dan hoop ik dat het gaat werken. Dan gaan wij nu eerst eventjes wat varkens kopen. Ja, en dan kunnen wij kiezen uit drie verschillende soorten schapen. De Duits landras, de Bentheimer landschaap. Bijzonder. En de Berkshire. Maar ja, ik ben gewend dat ik allemaal roze varkens zie in het landschap. Dus dan gaan we daar ook maar voor. We gaan dus voor de 6 maanden oude varkens. En we gaan ook nog biggetjes kopen. Maar laten we hier in ieder geval... We gaan er niet 60 kopen. Nee. Even kijken. Hoeveel kunnen we er kopen? Wij gaan er voor 10.000 euro... Nee, voor 11.500 euro kopen wij er 20. Ja. Mooi. En dan gaan wij ook nog biggetjes kopen. Even kijken. Voor 46... Ja, dan hebben we 40. Ja, mooi. Dan hebben we 40 varkens kopen. En dan rest ons alleen nog maar... Hallo, biggetjes en varkens. Hey, niet gelijk poepen, hè? Wat is dit nou? Maar dan stappen wij in onze nieuwe trekker. Oh nee, dit is niet de nieuwe trekker. Dit is de oude trekker. Ja, het lijkt ook allemaal zo op elkaar, hè? Even kijken. Dan gaan wij nu eerst naar
de silo en dan gaan we even eten halen. Oeh, de mail staat ook goed, jongens. Ja, en in de aankomende maanden zullen de velden weer geoogst moeten worden. Dan gaan we eerst naar de koolzaad. Nou, de koolzaad, dat is wel hard nodig, omdat de oliefabriek nog steeds stilstaat. Dan hebben wij ook nog de tarwe die we daarna moeten gaan oogsten. Nou, ik heb genoeg stroobalen, dus moet ik die wel gaan maken? Ja, die kan ik dan wel gaan verkopen voor geld. Maar wil ik dat? Ik weet het niet. Dat is zoveel extra werk en ik weet niet of het wel zinvol is. Zo, even kijken. Even kijken, vul maar bij. Met wat hebben we eigenlijk? Ja, sojabonen, hè? Soja, start maar bij. 13.605. En dan ben ik benieuwd hoe lang zij ermee doen. Dat zal ook al 3 maanden zijn, denk ik. Vreten alles, gelukkig. Dus we kunnen de tarwe neergooien. We kunnen er zorgen. Dus we hebben geen problemen dat we iedereen, dat we iedere keer die varkens eten kunnen geven. Maar dan moeten we wel opletten dat niet de andere dieren, zoals de koeien en de schapen en de kippetjes, in de probleem komen. Omdat wij alleen maar die varkens voeren. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Ik ben benieuwd of het lukt wat ik voor ogen heb. Want ik heb geen idee of die strontkar werkt. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik ben in ieder geval blij met de uitvoering zoals we hem hier nu hebben. We hebben nog €1131 over. Dat is helemaal niks. Maar gelukkig is het bijna 10 uur en krijgen we er weer geld bij. Zo. Hier moet ik even een mooi afsprongetje maken. Of een iets moois van maken in ieder geval. Ja, vul maar bij. Nou hoop ik dat er 13.000 liter in één keer in kan. Dat denk ik wel als je zoveel varkens hebt. Mooi. Oh. En dan zetten we deze even terug. Maar wat gaan we dan hier? Gaan we dan hier ook nog? Ja. Wacht eens even. Ik bedenk mij nu. Als wij dan nu toch mais aan het zaaien zijn. En wij kunnen daar toch nog niet zoveel dieren kwijt. Want ik wil daar ook nog paarden. Ik wil daar ook nog extra schapen en koeien. Maar die koeien komen als laatst. Want ja, dat is wel heel erg veel geld. €722.500 voor een koeienstal. Die is dan wel volledig geautomatiseerd. En dan hoef je er alleen nog maar van die balen naartoe te brengen. Dus die komen als laatst. Ik wil een experiment gaan starten met die paarden. Dus ik neem een kleine paardenren. Zodat ze daar in het veld kunnen rondrennen. Koppel maar los. Staat er niet zo netjes bij, maar daar gaat het niet om. Dan gaan wij nu eventjes omdraaien. Want dan gaan wij gelijk eventjes naar onze nieuwe superploeg. Ik ga hier maar naar rechts. Ik vind het wel een mooi stukje hoe we dit hebben gemaakt. Ik moet nog een klein beetje gras weghalen. Maar dan gaan we goed komen. Kijk, en deze ploeg bedoel ik. Wat een ding, joh. Potverdorie. Hup, achteruit rijden. Ja, koppel maar aan. Hup, ziek idee. Wat een ding, joh. Zo beschadigd als het maar zijn kan. Maar dat geeft niet. Dan gaan we hier naar rechts. Sorry. Sorry, gemeente. Ben ik blij dat we dit bruggetje hebben en dat we niet zo'n een of ander raar klein bruggetje hebben, want dan kunnen we er niet eens overheen. Even langs de mail. Kijk, en dan gaan we deze uitklappen. Kijk daar, joh, dat ding. €362 aan loonbetaling. En dan is het 10 uur en dan hebben we nog €1452. Even kijken. Hallo. Laten zakken omhoog. Dan gaan we ietsjes naar rechts. En we moeten nog een beetje wennen. Kijk dan. Ja, naar achter. Nou staan we goed. Kom maar. En ploegen maar met die bende. Cruise control aan. Kijk eens, en dan gaat het goed, hoor. En dan pak je een behoorlijk stuk in één keer mee. En dan gaan we ook hier dus die mais planten. Ik weet niet of het allemaal goed is, maar dat kunnen we dan wel weer gaan gebruiken voor onder andere de varkens. Maar dan zit het eerste stukje er al voor op. Dan gaan we hem even. Nee, er komt geen trein aan, gelukkig. Dus we kunnen die bocht wel een beetje maken. Oh, soepele bocht, hoor. We worden er steeds beter in, jongens.
En dan gaan we hem niet helemaal. Dan ga ik dat stukje ook nog... Ja, dat stukje zal ik dan niet meenemen. Want daar komen dan de paarden, denk ik. Ja, de paarden. Want dan moeten we ook dus nog haver gaan verbouwen. Zo. Zo moet je ook overal rekening mee houden. Zo, omhoog. Ja, dan nemen we dit kleine stukje ook nog mee. Ja, dat doen we nog wel. Zo, laat maar zakken. En dan is het veldje ook alweer klaar. Dan moeten we denk ik nog wel eventjes bemesten. Ah, het is eindelijk opgehouden met regenen. De maand mei in dan... van die viezigheid met die regen. En dan het laatste stukje alweer. En dan denk ik dat ik hem gelijk eventjes hier neerzet, die ploeg. Zo. Omhoog. Inklappen. En dat hydraulische gebeuren, man. Kijk dan. Die wielen inklappen. Hup. Kijk nou hoe gaaf. Ja, ik vind het mooi. Nou, ik ben sowieso fan van de techniek achter alles wat er met het boerenleven te maken heeft. Want dat is zo verfijnd, dat is echt niet normaal. Even kijken, ik kan hem dan wel hier neerzetten. En die balenmachine, ja, die hebben we nog niet nodig, maar die kon ik ook niet laten gaan. Die kostte me ook maar, dat kost ook echt geen drol. Mooi. Zo, dan hebben we dit nu gedaan. Dan ga ik nog eventjes kijken, want stap maar uit. Bemest, 0%. Ja, dan gaan we toch nog eventjes, en dat gaan we dan nu wel doen, de drijfmest strooier ophalen. En dan hoop ik dat wij genoeg drijfmest hebben. 15.500 liter kan erin. Dat hoop ik dat over dat hele veldje heen gaat. Dat denk ik wel. Maar ja, niks is zeker. En dan gaan we hier naar rechts. En dan ligt onze... Ja, onze velden liggen er echt wel gaaf bij, hoor. Kijk dan. Hier, ook allemaal grind neergelegd. En beetje bij beetje wordt onze boerderij toch echt wel een stukje gaver. Onze suikermolen. Oftewel onze suikerproductie. Oh, dan ga ik ook nog even kijken hoe het met de koeien is, natuurlijk. Zo, stam maar uit. 2750 liter aan voer. Dat betekent dat deze maand opgaat. Oh, de tank is alweer leeg, jongens. Potverdikkie, hé. Dat was toch een te groot veld. Dus, maar dan moet ik maar even kijken of ik die... Of ik die kan uitbreiden met een extra tank of zo. Dat zou wel een stuk makkelijker zijn. Maar we rijden ondertussen met 15.500 liter stront naar ons nieuwe veld toe. En dan is het niet zoals in Amersfoort waar een giertank over de weg heen is geklapt. Dat moet maar een klap geweest zijn, jongens. Potverdikkie, hé. Maar goed, we gaan hier naar links. En dan ben ik ook nog van plan om overal nog een beetje kassen neer te zetten. Ook hier bij onze nieuwe productiesite. En dan wil ik het allemaal eventjes wat netter en mooier landscapen dan dat het nu is. Mooie hekjes eromheen, mooie paadjes ertussendoor. Even kijken. Want dat maakt het dan wel weer een stukje mooier. En laten we hem zakken. En dan begint hij gelijk met strooien. Ietsjes meer naar links. En dan nemen we het hele veld mee. Kijk dan. Ja, gaat goed hoor. En kijk dan hoeveel kabels, joh. Die drijfmest gewoon over de grond heen gooien. Eigenlijk, als je je drijfmest, of als je recht rijdt, dan moet je er ook niet meer aan zitten ook. Oh, we zijn pas 2000 liter kwijt, jongens. Dus dat gaat goed komen. Zo. Cruise control aan. En strooi je maar met die stront. Ja, mooi. En dan hebben we zo dit eerste veldje alweer helemaal klaar. En dan ben ik blij dat ik gewoon een goede ingeving kreeg, jongens. Zo, en dan gaat het laatste beetje over het veld heen. En dan hebben we het hele veld met drijfmest voorzien. Zo, laatste beetje. Kom maar op. Up, omhoog en klaar is Kees. Dan rijden we eventjes achteruit, want dan stappen we uit. Want dan moeten we weer eventjes naar de volgende trekker. En dan gaan we deze weer eventjes vullen. En dan zou die toch helemaal vol moeten zitten. En dan liggen er wel grove stenen, hoor. Dat is echt niet fijn, jongens. Dat moeten we eigenlijk de volgende keer wel even weghalen. Want zo ben ik helemaal niet. Ik moet het allemaal goed hebben. Ik wil het allemaal fijn hebben.
Maar eigenlijk heb ik helemaal geen zin om naar die puinwals heen en weer te rijden. Dus moeten we ook weer een eigen puinwals kopen. Want ja, als het niet voor mij is, ja, dan doe ik er niks mee, zeg maar. Klinkt heel gek, maar zo is het nou eenmaal wel. Kijk, want met die puinwals, dan kun je ook wel weer dingen doen. Kijk, we hebben nog voldoende maïszaad over. Weer 61 liter, net zoals de vorige keer. Ja, die tank moet veel groter gemaakt worden, jongens. Hup, en dan zit het weer helemaal vol. En dan kunnen we weer eventjes terugrijden. Ja, en dan zijn we daar weer. Dan laten we hem zakken. Dan zetten we hem aan. En dan gaan wij weer onze arbeider inhuren. Oftewel aan het werk zetten. Dan stappen wij uit. Succes! En dan gaan wij verder met een wals halen. Want natuurlijk moet dat ook nog gebeuren. Maar ja, die grote stenen hier, die krijg je echt niet. Die krijg je echt niet onder de grond. Even kijken. Dan klap ik deze even in. Ja, en dan hebben we weer 15.500 liter aan drijfmest in onze drijfmeststrooier. En dan gebruiken wij die op een later tijdstip. Ik heb ook nog eventjes deze drijfmestkar gevuld. Geen idee, hè, nogmaals, of het gaat lukken. Maar we gaan het allemaal meemaken. We zetten hier gewoon eventjes de spullen neer. En we hebben echt een grotere schuur nodig, jongens. Dan gaan we nu eerst even terug naar onze boerderij. Omdat we een wals op moeten halen. Nou, dan gaan we eerst even veldje 42 walsen. Dan zijn we helemaal klaar met dat veld. En dan kunnen we ook volgende maand, oftewel in juni, kunnen we veld 42 helemaal met drijfmest ook weer instrooien. Zodat we 100% bemest is. Hier naar links. Ja, mooi. Kijk eens, dan kunnen we eigenlijk deze ook wel weer terugzetten. Maar dat doen we straks al. Want de planter, die hebben we eigenlijk het minst nodig. Rem maar achteruit. Koppel maar aan. En dan gaan we weer terugrijden. Dan gaan we eerst eventjes via deze kant. Nee, we gaan via deze kant. Want hier ligt tenminste een brug. En als je geen brug hebt, dan is het niet fijn. Ah, oeh. Ik ging bijna door onze gewas heen. Nou, dat moeten we niet hebben. Dan wil ik even kijken of ik hier makkelijk die bocht kan maken. Ja, kijk eens. Geweldig. Uitklappen maar. En dan rijden we achteruit alweer. En dan pakken we eerst even de kop mee. Laat maar zakken. En dan, ja, die grote stenen gaan er gewoon helaas niet in. Cruise control aan. Maar dan hebben we wel alles level. En dan gaat het in ieder geval helemaal goed. Ja, en dan ben ik blij hoe wij bezig zijn met onze boerderij. Mooie uitbreidingen, goede uitbreidingen, goedkope uitbreidingen. Want die tweedehandswinkel, ja, dat is echt een uitkomst geweest, jongens. Met die nieuwe, ja, ik vind het een nieuwe klaastrekker. Die hadden we ook zo nodig. Dat betekent dat we die kleine Macy Ferguson gewoon kunnen inzetten als grasmaaier. Of wat dan ook. Of als we echt in nood zitten, dan kan die ook nog wel het een en ander doen. Maar dan hebben we twee dikke trekkers van de Klaas, hoor. Poei. En daar ben ik wel heel blij mee. Want dat betekent gewoon dat we nog meer taken uit handen kunnen geven. En dan hoeven we ons geen zorgen te maken dat ja, of het wel gaat lukken. Of dat het misschien wordt ja, tegengehouden of wat dan ook. Kijk dan. Is toch gaaf dit, jongens. Rustig, rustig, rustig. Je rijdt bijna tegen me aan. En dan rijden we eventjes door tot het eind. Want dan wil ik niet in het veld van de buren rijden. Dus rij maar terug. Ja, en dan zijn we bezig met het laatste strookje van veld 42. En dan is heel veld 42 gestrooid met kunstmest. Dan hebben we daar mais op gezet. En dan hebben wij dit hele veld platgewalst. Dan hebben we veld... Even kijken, dan... Ja, ik laat hem ook gewoon zo, want dan rol ik gewoon verder naar veld 43. Die wij ook met drijfmest hebben ingestrooid. Ook hebben ingezaaid of geplant met mais. En nu zijn we dan bezig ook om dit laatste stukje helemaal in te zetten, ja, met de wals. Dan is ook dit gedaan. Dan hebben we... een nieuw veld erbij. Dan hebben we nieuwe dieren erbij. Oftewel, we hebben 40
varkens, waarvan 20 echte varkens en 20 biggetjes. En die 40 varkens die zorgen dan weer voor extra drijfmest. Wat we kunnen toepassen op onze velden. Want ik wil in de toekomst helemaal af van de kunstmest. En ik wil hem zo'n hoog mogelijke opbrengst op onze velden. Ik moet hier dan ook nog eventjes bijenkasten neer gaan zetten. Ik moet nog eventjes netjes landscapen. Ik moet nog even hekken neerzetten. Ik moet het allemaal een stuk mooier maken dan dat het nu is. En ik zie dat de helper nog een paar kleine stukjes heeft vergeten. Dus ik ga zometeen hier even een helper voor inzetten. Dan ga ik zelf het laatste stukje eventjes inzaaien of planten. Of ja, ik weet eigenlijk niet hoe je het doet. Daar kom ik zo meteen wel op. Zo, ja, ga maar door. Hup. Dan ga ik zelf eventjes snel in onze nieuwe Klaas Action 69. Lamp aan. Zwaailamp aan. En dan denk ik dat ik hier een stukje vergeten ben van het inzaaien met... Ah ja, dat maakt ook helemaal niks uit. Hup, aanzetten dat ding. En dan ga ik dit stukje nog eventjes netjes inzaaien. Ik weet, ik maak nu wel mijn machine een klein beetje kapot. Maar dit is net eventjes iets makkelijker. Dan dit stukje nog. En dan is het hele veld ingezaaid met mais. Ja, dit rechte stukje dat doe ik niet, want daar komen dan zometeen paarden. Wat ga je doen? Gaat het goed zo? Ja, wacht. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet, jongen? Ja, ik ben eerst. Ik ben eerst. Laat mij met rust. Ja. Hup. Dan ga ik snel aan de kant. Ja, wacht nou even. Ja, gaat u maar, meneer. Dan zet ik hem uit. Klap ik hem in. Ga ik hem eventjes afspoelen. En ga jij hem netjes walsen, hoor. Mooi. Dan breng ik deze terug. En dan zit deze taak er alweer helemaal op. En dat het enige vervelende is, is dat er op al die velden zoveel stenen liggen. Dus we gaan wel kijken of we in de toekomst ook nog een puinwals, ja, als het nodig is, kunnen kopen. Maar ja, waar moet ik die dan plaatsen? En is het echt wel een toevoeging? Wat kost dat ding? Wat levert het op? Hoeveel kalk komt eruit? Want kalk vliegt eruit. Dat is ook hartstikke duur trouwens. Maar als we daarmee tijd kunnen winnen en kosten kunnen besparen, dan zou dat wel heel fijn zijn. Oei, rustig, rustig. Ik wil niet tegen alles aanrijden. Zo. Er zit er nog een klein beetje in, dus ik vul hem zometeen nog wel eventjes netjes bij. Want dan hoeven we dat de eerstvolgende keer niet te doen. Maar dan moeten we ook nog eventjes kijken of deze is uit te breiden. Dus dat is ook wel interessant. Misschien kan ik dat ook nog wel eventjes doen, ja. Even netjes afspuiten. Oh. Dat ging niet helemaal, dat ging niet helemaal lekker. Maar dat geeft niet. Even hier. Kijk eens. Netjes hoor. En dan ga ik eventjes naar de winkel rijden. Kijken of we een... of we dit kunnen bijvullen. Of we daar een extra... Hoe zeg je dat? Een extra mogelijkheid heb voor een tank of zo. Bijgevuld. Helper G is klaar met werken. Nou, dat is... Oh. Helper G is klaar met werken. Dat is alleen maar fijn. En dan rijden we nu eerst eventjes naar de winkel. Want dan kunnen we hem gewoon kijken of we hem bij kunnen vullen. Het is jammer, maar ik kom nu net bij de winkel vandaan. En wij kunnen deze dus niet uitbreiden. Maar dat geeft niet. Dan moeten we gaan kijken voor een betere, voor een grotere en voor een mooiere planter. Maar daar komen we in de toekomst wel achter. We gaan nu eerst ook eventjes de zaaier oppakken. Dan even kijken. Dan doen we gelijk ook even zaadjes bijvullen. Dan zijn we daar ook gelijk vanaf. Hup, vul maar bij. Oh, hier gaat wel wat meer in. Kijk maar. Zo, dat wist ik dan weer niet. 1800 liter. Ja, ik wist het ook weer wel ook. Achteruit. En dan zit alles helemaal vol. Dat is netjes afgespoten. Even kijken, dan kunnen we de wals alweer ophalen. Zo. Laat maar zakken. Dan kunnen we deze helemaal terugzetten. Ook in de schuur. En dan moeten we ook nog eventjes kijken hoe het is met onze koeien. Want volgens mij moesten we daar ook nog een beetje voer toevoegen.
Zo, stap maar uit. Dan rennen we snel terug naar onze andere trekker. En dan gaan we kijken hoe het daarvoor staat. Oh, en onze helper heeft hem zo neergezet. Nou ja, prima. Geen probleem. Klap maar in. Dan rijden we die ook terug naar de boerderij. Dan gaan we hem ook even afspuiten. Dan zetten we hem terug. Dan hebben wij alle velden weer helemaal compleet ingezaaid. Dan staat het er goed bij. Dan zijn we er blij mee. En dan gaan we door naar de koeien. En dan gaan we onze taken daar vervullen. Zo, en dan sluiten we zometeen af met de taken bij de koeien. Eventjes een mooi rondje draaien. Dan spoelen we ook eventjes deze af. Los koppelen. En dan rijden we direct door naar de koeien. En dan denk ik ook wel dat ik mijn verrijker nodig heb. Maar dat geeft niet. Die halen we dan zometeen wel even op. Zo, dan gaan de aardbeien ook goed. Ja, de kassen zijn bijgevuld. Kijk eens hoe die velden erbij staan, jongens. Ik blijf iedere keer verbaasd hoe dat zo netjes, hoe ik dat zo netjes heb neergezet. Daar ben ik wel blij mee. En ik weet nu nog dat er nog een beetje voer in de voederbak zat. En dan moet ik hier ook allemaal schuren gaan kopen, jongens. Ja, de eerste taak wordt veld 54 kopen, want dan moeten we daar ook nog eens eventjes een schuur neerzetten. Zo. En dan hebben we nog 10.250 liter over. En dan komen ze wel een maandje mee door. Dus dan kunnen we deze toevoegen. Ga maar naar binnen. Moeten we ook nog even de melk, denk ik, overbrengen. Zet maar aan. Kijk eens. Eet maar lekker. Mooi hoor. En het laatste beetje. Ja hoor. En dan hebben ze alweer een mooi beetje erbij. Zo, en dan zetten we hem netjes terug. Achteruit inparkeren. Zo, ja. Koppen maar los. Dan gaan we gelijk eventjes door naar de stro. Want ik denk dat we ook nog wel een beetje de stro kunnen bijvullen. Koppel maar aan. Kunnen we gelijk rechtdoor rijden. Gaan we hier naar rechts. 9334 liter aan stro. En ja, vul maar bij. En dan hoop ik dat alles er in één keer in gaat. Ja, en deze koeienstal zal dan uiteindelijk verdwijnen. Want ik wil een volledig geautomatiseerde koeienstal. Dan gaan we hier kijken wat we kunnen maken verder voor productie. Maar we moeten sowieso de hele boerderij op de schop gooien. Want ik wil alle producties bij elkaar. Ik wil alle opslag bij elkaar. En maar ja, dat krijg je naarmate je boerderij groter wordt. Dan ga je natuurlijk nadenken van wat kan je nou precies doen. En onze... Oh, is die net niet leeg. Maar dat geeft niet. Dat betekent wel dat de stro nu helemaal vol zit. En dat we volgende maand nog eventjes moeten kijken naar alles... naar het voer. Dan rijden wij achteruit onze schuur in. En dan gaan we bij deze de aflevering afsluiten. Stap maar uit. En dan staat onze boerderij toch in de groei en de bloei. En dan hebben we alles gedaan wat we moesten doen op ons boerderij. Maar nu wil ik jullie ook nog bedanken voor de likes die jullie hebben achtergelaten en de reacties. Ik vind het leuk om te lezen. Absoluut. Dankjewel voor de reacties. Dankjewel ook voor de tips. Ik hoop dus nu ook wel dat deze aflevering in een iets betere kwaliteit is dan de voorgaande keren. Laat het mij even weten, want dat blijft toch een beetje van die instellingen. Maar ik heb er in ieder geval van genoten. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. En zoals iedere keer, tot de volgende keer.